Het gaat lekker, hè? Ja, zeker. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Want Esther Kiel won maar liefst 4 wedstrijden op rij in de Marathon Cup. Ja, we zijn gewoon heel erg blij mee. Fijn dat het allemaal zo goed gaat en ik geniet er gewoon enorm van. En die overwinningen heeft ze voor een groot deel te danken aan haar 3 ploeggenootjes. Else Mieke van Maren, Ineke Dedden en Merel Bosma. Ik denk dat we echt wel een geoliede machine zijn. We willen voor elkaar werken, we willen met elkaar werken. We kunnen het heel goed met elkaar vinden en ja, hoe dat komt, we zijn allemaal anders. En dat vult elkaar gewoon heel goed aan. Ja, we hebben gewoon een hele goede klik met elkaar. Alles wordt wel gedeeld, denk ik. Ja, dat ook wel. Soms te veel. Dat ook. Maar goed, ja. Daar zijn we met z'n 4 voor, dus dat is ja, heel leuk. Ja, we hebben gewoon heel veel lol met elkaar. En dus zit Kiel, die vorig jaar nog fulltime prof was bij Worldstream Corendon, nu bij BDM BTZ helemaal op haar plek. Want het plezier, daar ontbrak het de afgelopen jaren nog wel eens aan. Dit jaar ben ik gewoon ingegaan met van ik wil gewoon plezier hebben in mijn sport. En plezier terugvinden. Vorig jaar was het soms wat minder. Ik heb mezelf genoeg druk opgelegd de afgelopen jaren. En ik heb wel gemerkt dat het voor mij niet is. Want ik moet gewoon met ontspanning rijden en er plezier in hebben. Maar wat is dan het grote verschil met vorig jaar? Want jij zei ja, ik heb mezelf toen best wel wat druk opgelegd. Ja, nou ja, ik denk dat. Ik ben er nu ook naast gaan werken. Ook gewoon de druk in het team is anders. Iedereen ziet het gewoon als hobby. Iedereen werkt ernaast. En, wat doe je nu trouwens voor werk? Ik ben nu IT-consultant bij Pure ICT. Dat is een bedrijfje hier in Heerenveen. En ja, we mogen elke keer maar weer schaatsen. En ja, ik denk dat die insteek, dat helpt mij. Esther is natuurlijk nieuw bij de ploeg. En iedereen noemt haar een beetje de lange baner. En wij merkten ook wel toen ze bij ons in de ploeg kwam dat ze nog wat, ja, wij noemen het dan lange baanstreken had. Bijvoorbeeld met skileren in de polder. Toen dacht ze van, wat zijn we hier aan het doen? Maar op een gegeven moment toen zei ze van, ik vind het toch best wel leuk. En toen zei ze 2 weken later, ik ga ook wedstrijden skileren. En ik denk dat daar ook de basis is gelegd voor de winter. Hè? Ik bedoel, we hebben afgelopen zomer ook gewoon wedstrijden met elkaar kunnen skileren. En daar hebben we natuurlijk ook, zijn we wel een beetje aan elkaar gewend geraakt. En hebben de dames onderling wel eens ruzie? Nee, niet meegemaakt nog. Ja. Wij hebben nog geen ruzie gehad. Nee, we hebben als het goed gaat, dan is er vaak ook geen aanleiding tot ruzie. Dus dat, Iedereen is natuurlijk topsporter om te winnen. Nou lukt dat niet altijd. En ben jij degene die wel veel wint? Hoe wordt daar in het team dan op gereageerd? Tot nu toe heel erg goed. Ja, we doen het ook echt als team en we rijden voor elkaar. Ja, we gunnen het elkaar ook. En je weet ook dat je het terugkrijgt van je ploeggenoot. Dus ja. Als 1 iemand wint, dan win je eigenlijk met het team. Zo voelt het oprecht. Ja, maar goed, zo balen we net zo hard als we natuurlijk niet winnen. Hè? En dat was natuurlijk Burgum, daar baalden we van. En ja, dan is het de koppen weer bij elkaar. En hoe kunnen we het beter doen? Nou, en dan zie je direct eigenlijk het resultaat. En ze hebben natuurlijk veel ervaring. Hè? Ik bedoel, ze zitten allemaal in dezelfde levensfase. Maar ook qua schaatsen hebben ze natuurlijk ook draaien ze al wat jaartjes mee. En dat werkt gewoon super fijn eigenlijk. Kiel combineert het marathonschaatsen met de lange baan. Op 27 december staat ze aan de start van het NK Allround in Tielf. Een toernooi waar ze enorm naar uitkijkt. NK Allround is grotendeels uitverkocht, dus dat is natuurlijk super mooi om weer vol Tielf te rijden. Nou, ik hoop gewoon hartstikke mooie rit te laten zien. En te laten zien wat ik kan en er alles uit te halen. En ik heb best wel een aantal ritten dit jaar gereden waarvan ik toch het gevoel had, ik heb er niet alles uitgehaald en dat is gewoon echt mijn doel, dit toernooi, om gewoon 4 ritten neer te leggen waarin ik alles uit mezelf haal. Ja, je moet schakelen tussen lange baan, marathon. Hoe gaat die schakel bij jou? Dit jaar echt heel erg goed eigenlijk. Ja, ik had er al best wel wat moeite mee om mijn techniek weer terug te vinden naar marathons. Maar ja, nee, dit jaar gaat het echt supergoed. Ik heb er eigenlijk geen moeite mee om die overschakeling te maken. En dat is maar goed ook, want op 1 januari staat het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op het programma. Een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Het is gewoon weer een hele mooie wedstrijd en we gaan er alles aan doen om daar iets moois te laten zien. Maar het wordt natuurlijk wel weer een strijd tussen jullie ploeg en team Albert Heijn Zaanlander op volle sterkte met Irene Schout en met Marijke Groenewoud erbij. Zeker, ja. Het wordt een mooie strijd. Ik denk dat zij wat te verliezen hebben en dat wij wat te winnen hebben. Het is gewoon heel moeilijk. Irene en Marijke is gewoon wereldtop. Zij laten hartstikke sterke dingen zien bij de World Cups en we gaan het wel zien. Ja, zij kunnen ook fouten maken, dus er liggen altijd kansen. Dus tuurlijk, ze moeten het nog wel even doen. Maar kun je haar kloppen in een sprint? Ook dat durf ik niet te zeggen. Als je kijkt wat voor rondjes zij rijden tijdens de World Cups, dat gaat echt nog wel een heel stuk harder dan onze rondjes in de marathon. Maar ja, goed, dat is ook een heel ander ijs, dus ik durf niet te zeggen.